Dit is Welkom bij Rijnmond, met vandaag. Kevin van Eikeren van de PvdA probeerde de verzekering te tillen. Het zou gebeurd zijn door persoonlijke en financiële problemen. Activisten vallen bij bosjes dood neer voor de markthal. Ik kom aanlopen en ik denk, wat gebeurt hier nou weer? Zie ik allemaal mensen liggen, het leek alsof ze dood waren onder het plastic. En alle dieren overleven het, behalve poes Smokey. Ja, zoals te zien is onze hele lotus afgebrand. Morgen zon en bewolking, tot de avond droog, een temperatuur van 9 graden. Ja, en woensdag en donderdag is het erg zacht, temperaturen 10 tot 12 graden. En vooral tussen woensdagavond en donderdagochtend periode met regen. Meer weer op rijnmond.nl. Je kijkt naar Welkom bij Rijnmond. En in deze laatste week van de wintertour gaan we geld besparen. Dat kan bijvoorbeeld door kleiner te gaan wonen. Martijn en Irene hebben dat wel heel letterlijk genomen met dit tiny house. Zometeen een rondleiding, maar eerst het nieuws uit de regio. Het PvdA-gemeenteraadslid Kevin van Eikeren is opgestapt uit de Rotterdamse Raad. Hij geeft zijn zetel terug aan de Partij van de Arbeid. Van Eikeren vertrekt nadat bekend is geworden dat hij, voordat hij in de raad kwam, voor meer dan 10.000 euro verzekeringsfraude heeft gepleegd. Woensdag moet hij daarvoor voor de rechter verschijnen. Van Eikeren wil niet voor camera, maar laat in een schriftelijke reactie weten dat hij spijt heeft van de fraude. Het zou gebeurd zijn door persoonlijke en financiële problemen. Het nieuws over de fraude sloeg als een bom in op het Rotterdamse stadhuis. Maar volgens de Rotterdamse Partij van de Arbeid was er niemand van op de hoogte. John Bell traint de raadsleden. Aan hem de vraag of de Partij van de Arbeid in Rotterdam beter had moeten controleren bij het aanstellen van nieuwe raadsleden. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik kan me ook goed voorstellen dat Kevin in zijn sollicitatiegesprek niet openhartig is geweest over joh, ik heb de verzekering getild. Dus het is mijn vraag of je daarachter had kunnen komen. De andere kant is, een politieke vereniging, een politieke partij, is natuurlijk ook een soort van sociale gemeenschap. En misschien zijn er wel signalen geweest waaruit bleek dat het niet zo goed met hem zijn. En dan moet je als ja, sociale vereniging, ook als het een klaverjasclub is, maar zeker ook een politieke partij, wel oog voor hebben. De fractie en de Partij van de Arbeid in Rotterdam zeggen begrip te hebben voor het besluit van Van Eikeren. Wie nu op zijn plek komt te zitten in de Rotterdamse gemeenteraad is nog niet bekend. Het luchtalarm gaat af, stipt om 12 uur, zodat iedereen weet dat ook dit weer gewoon een test is. We zijn hier om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis die aan de hand is. Dus we liggen nu allemaal op de grond, we spelen daar dood, we beelden daarmee de paniek uit die hoort bij een noodtoestand. En we laten zien dat uitsterving op dit moment een van de thema's is. Gaat niet goed met je, hè? Ik ben dus net een beetje aan het herrijzen uit de dood. Maar nee, het gaat niet goed met de wereld. Ik bedoel, het voorbeeld Australië laat gewoon alles zien. Dat kunnen we gewoon niet meer ontkennen. Ik kom aanlopen en ik denk, wat gebeurt hier nou weer? Zie ik allemaal mensen liggen, het leek alsof ze dood waren onder het plastic. Ik denk, dat heb je in de oorlog ook meegemaakt. Dat vond ik vreselijk, vond ik niet leuk. Zijn jullie niet bang dat mensen zich de pleuren schrikken? Er zijn mensen rond die flyers ronddelen om uit te leggen wat er aan de hand is. En waren mensen geschrokken? Volgens mij valt het wel mee, toch? Ja. Maar ik wil dat je nu opstaat, anders krijg je blaasontsteking. Oh ja, ja, laten we dat doen. We moeten nog meer actie voeren. Dank je. Ja, zoals te zien... Is onze hele lotus afgebrand. Kinderboerderij Dierenhoek Het Sparretje in Maassluis ligt er triest bij nadat de kantine en opslagruimte in de as zijn gelegd, vermoedelijk als gevolg van brandstichting. Ja, dus opslag, kantine, voerruimte, medicijnenruimte, papieren staan hier, alle werkkasten, alles staat hier. Het is echt, het is allemaal afgebrand en alles is verloren gegaan. Behalve de kat Smokey konden alle dieren veilig wegkomen. De dieren die waren de stal ingerend, dus die hebben we als zo de wieten weer hebben we die eruit gehaald. En de brandweer heeft samen met vrijwilligers hebben ze de konijnen uit de andere stallen gehaald. Ja, en toen is bluswerk begonnen. Ingrid is heel blij met alle lieve reacties en hulp die wordt aangeboden. Ja, fantastisch. Mensen uit de flat, mensen gewoon uit Maassluis, uit Vlaardingen, Schiedam, de hele omgeving, de boeren van het Westland, Menezemiddelhof, iedereen die stuurt eten, drinken, voer. Voor ons allemaal zijn ze dingen aan het regelen en dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dus... Dat doet me echt heel veel.
Konijnenspulletjes. 9 zakken vuilniszakken met hooi. En voer voor de konijntjes wat we over hadden thuis. Dus ja, we zagen een berichtje op Facebook en ik denk, ja, dan doneer ik het liefst hierheen. Ze hebben het nodig, dus waarom niet? En ik had alles staan. Ja, in september bestaan we 25 jaar. Dus ik hoop dat we dat wel kunnen gaan vieren. We gaan ons best doen. Maar zolang we maar weer gelijk open weer kunnen, dat zou het fijnst zijn. Feestvieren kunnen we altijd. Maar feest ga ik pas vieren op het moment dat we dit allemaal achter de rug hebben. Drie parkeerplekken op een rij, Dorien. Hoe bijzonder is dat op een gewone werkdag? Dat is echt uniek te noemen. Ja, we hebben sinds 1 januari betaald parkeer hier op Noordereiland. En het effect ervan is te zien. Dat is duidelijk. Ja. Ja. Rondjes rijden, dat deed je als je een parkeerplekje wilde op het Noordereiland. Het was er vlakbij de stad en gratis, een parkeerwalhalla. Tot deze week, want sinds 1 januari moet er betaald worden. De reacties zijn wisselend. Ja, kijk, je hebt nou een plek. Normaal kon je geen auto kwijt. Dus nou een keer weg te gaan voor de week of zo, anders dan ik kon nergens mijn auto weer kwijt, joh. U heeft er last van, dus als ondernemer? Ja, zeker, we hebben last van. En ja, zeggen ze, bij auto kunnen niet betalen. En ook betaalparkeren en nog eten betalen. We hebben echt gewoon vrijdag, zaterdag echt gemerkt dat het gewoon minder is. Tot 11 uur 's avonds vind ik wel een wat minder gastvrij Noordereiland opleveren. Daar ben ik niet zo blij mee. Nou, voor de gasten die ik uitnodig wordt het eigenlijk wel duurder. Want niet de koffie wordt duurder, maar zij moeten nu parkeergeld betalen als ze hier afspreken. Dan is er nog een probleem. Overlast door drugsgebruikers die op de kade parkeren. Of je nou tot 11 uur, tot 1 uur of 24 uur per dag betaald parkeren gaat invoeren, helpt niet tegen dit soort overlast. Ze blijven staan. Ja. Als ze handhaving zien komen, verwacht jij, dan gaan ze weg. Ze staan toch vaak met draaiende motor, dus dan is het makkelijk even gas geven en weg. Dus ja. Wat stel je voor? Ik zou zeggen, breng die tijden van 11 uur terug naar 6 uur. Want ja, het is gewoon niet nodig. En het zorgt voor kosten voor mensen. En dat vind ik heel jammer. Veel parkeerplezier. Ja, dank je. Sparta is deze week net als Feyenoord afgereisd naar Spanje voor het trainingskamp. Feyenoord in Marbella en Sparta in de buurt van Murcia. En bij Sparta uiteraard geen Halil Dervizoglu die in de winterstop naar Brentford is gegaan. Maar wel de nieuwelingen Pinto en Joosten. En daar komt ook nog eens bij dat Ragnar Ache deze winterstop een transfer maakte richting Eintracht Frankfurt. Maar hij blijft tot het einde van dit jaar gewoon Spartaan. De andere spit, Lars Veldwijk, die meldde zich pas maandag bij het trainingskamp in Sparta. Omdat hij onderhandelde met een club uit Zuid-Korea. Maar uiteindelijk ketste die deal af. Nou, het is heel simpel. Lars had een aanbieding gekregen uit Korea. En daar wilde hij graag naartoe. En wij hebben ook de vraag van Korea van kunnen wij Lars Veldwijk overnemen transfervrij. Wij hebben toen dat intern besproken. We hebben toen tegen Lars aangegeven mocht Dervizoglu bij Sparta blijven. Want daar was nog steeds sprake van. Dan gaan we daarmee akkoord. Is dat niet het geval, dan gaat Lars Veldwijk gewoon bij ons blijven. En dan gaat hij zich aansluiten bij de eerste helftal. Heb je nu niet te maken met een ongemotiveerde speler? Ja, oké. Okay. Maar er zijn altijd spelers die niet spelen. Die zijn ook niet blij en niet gelukkig. Ik zit er zo in van jongens worden allemaal vorstelijk betaald. Goede salarissen. En Lars, als hij slim is, dan kan je zeggen, dan gaat hij voluit en dan gaat hij de komende maanden zorgen dat Sparta in de Eredivisie blijft. En proberen een transfer te regelen naar een andere club. Ja, gaat hij ongemotiveerd, dan ik denk dat niet bevorderlijk is voor hemzelf ook. Dus ik ga er gewoon vanuit dat hij vandaag een beetje kribbig is en morgen ook een beetje teleurgesteld. Maar daarna zal hij toch op moeten pakken. In deze laatste week van de wintertour gaan we geld besparen. Want ja, de maand december is een aanslag geweest op je portemonnee. En we gaan proberen dat geld een beetje terug te verdienen. Dat kan bijvoorbeeld door een huis te bouwen waaraan je later weinig kosten hebt. Maar je kan ook geld besparen op je eten. Verslaggever Tenny Tenzer liep mee met kok Manuela over de markt op zoek naar eten dat anders wordt weggegooid. Ik heb echt veel over voor dit programma, hè? Siertje, go get 'em.
december is een dure maand en januari staat in het teken van besparen. En waar kan je nou beter besparen dan op de markt? We gaan een maaltijd maken met overgebleven groenten en fruit. Dat ga ik doen met Manuela van restaurant Coco. De markt gaat al sluiten. Mandarijnen op de grond. Ja, ik zie het. Zal ik gewoon de onderduiken en ze gewoon pakken? Jij gaat het gewoon doen. Oh my god. Ik zie hier wat mini-paprika's liggen. Die ga ik gelijk pakken. Wat heb je nou gevonden? Peterselie. Dat gaan we even lekker wassen. Huppatee, bij de buit. Kijk, zoete aardappel hebben we gevonden. Ik zie vis. De groentes en zo met schil, dat kunnen we nog goed schoonmaken. Maar de vis wordt een beetje lastig. Dus ik denk dat ik dit oversla. Hey, wat ziet mijn oog daar? Wat is dit? Twee hele zakken? Oh my god, kijk hier. Gember en gele cherry tomaatjes. Mensen dit gewoon weggooien? Ja, bizar hè? Kijk hoeveel we al hebben, man. Nemen veel mensen dan ook aan het einde van de markt spullen mee? Dus in principe, alles wat blijft liggen onder de kraam, wat ik niet wil opruimen. Komen wel eens mensen opruimen en nemen het mee naar huis. Dus in principe, daar ben ik er gelijk ook vanaf. Wordt niks verspeeld? Nee, niet echt. Granaatappel, altijd lekker. Wat zie je? Bladgroente op de grond, dat ga ik gewoon pakken. Ik ga heel brutaal gewoon in zijn kraam. Kijk, pak het goed, man. Wat is dat? Volgens mij, wat is dit? Oh, die ui ligt echt ver. Ga ik helemaal eronder kruipen? Oh shit. Je moet er wat voor over hebben. Oké, we gaan hem doen. Ja, ben er bijna. De ui was verrot. Ik heb een citroen gevonden, die is nog wel een beetje goed. Dus we nemen de citroen mee. Volgens mij hebben we alles, toch? Ja, ik denk wel dat we genoeg hebben. Benieuwd naar wat voor lekkers Manuela kan maken met deze ingrediënten? Dat zie je morgen. Hoe verdien je nou al dat geld terug dat je in deze feestmaand te veel hebt uitgegeven? Daar gaan we het over hebben in deze laatste week van de wintertour. En we pakken het op deze eerste dag meteen groot aan. Nou ja, klein eigenlijk. Want Martijn en Irene, jullie wonen hier in Oud-Dorp in een heel klein huisje. Ja, klopt. Dit is ons tiny house. Hoeveel vierkante meter was het? 20. Zullen we even naar binnen kijken? Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit eruit ziet. Natuurlijk. Ja, mag ik... Hier is de entree. Nou, Irene, wat klein. Nou, valt wel mee, toch? Vertel eens, wat voor voordelen heb je allemaal in deze woning? De kosten zijn heel erg laag, dat is heerlijk. We staan op een schitterende plek. Je hebt uitzicht over de Grevelingen. Je ziet de windsurfers 's ochtends al voorbij varen. Dat is geweldig. En we wilden altijd een eigen houten huis bouwen. En dat is lastig in Nederland. Maar door middel van dit huisje is het dan toch gelukt. Heb jij een kleine rondleiding voor mij in dit paleisje? Absoluut. We staan nu in de woonkamer en dit is tegelijkertijd een bedbank. Hier bewaren we ook onze spulletjes in. Dat is gewoon ook een klapbank, zeg maar. En als we visite hebben, heb je gewoon nog een mooi bed. Slaapkamer is hierboven. Ja, inderdaad. Het is de trap naar de slaapkamer toe. Daar slapen we natuurlijk. En de trap is ook tegelijkertijd een opbergkast. Zie je bijvoorbeeld... Hele kleine kastjes. Ja, hele kleine kastjes. Het is en blijft een tiny house natuurlijk. Wat kleding. Hier zo. Beetje een rommeltje, maar dat mag natuurlijk. Nou, die keuken die ziet er prima uit trouwens. Ja, zeker. Gewoon vier pits. Dat is perfect. En we hebben hier de badkamer. Oh ja, toilet erbij links. Nou, een gewoon normaal douchecabine. Klopt, wel een waterbesparend toilet, een separet. Het is een droog toilet. Hij scheidt de vaste stoffen van de vloeibare stoffen. En in die zin besparen we dus ook weer water. Wat bespaar je er allemaal eigenlijk mee? Onze stookkosten zijn ontzettend laag. We doen maanden met een gasfles. Schoonmaak, dat gaat supersnel. Dus we besparen een heleboel tijd. Voor de rest, ja, spullen. Als je door een winkelcentrum heen loopt, dan heb je niet zoiets van... Oh, dat is leuk, want ja, je kan het toch niet kwijt. Dus die trigger die heb je helemaal niet meer. Dus je houdt gewoon heel veel geld over, volgens mij. En waar besteed je dat dan aan? Hobby is reizen. We maken heel graag verre reizen en dat doen we nu 2 keer per jaar. Dit was Welkom bij Rijnmond. Zometeen Zesdaagse TV. Dit was Welkom bij Rijnmond. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op rijnmond.nl of in de app.